Goedemiddag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. En uiteraard gaan we uitgebreid in op het weekendweer. Op de satellietfoto zien we veel bewolking, dikste wolken ten westen van ons. Maar met een zuidwestelijke wind komen die onze kant op. En uit die bewolking valt ook af en toe regen. Dat betekent dat we vanavond af en toe wisselvallig weer hebben. Het zuidoosten krijgt de minste druppels. Dat geldt ook voor de nachtelijke uren. We trekken aantal buien over het land... Maar grote hoeveelheden verwacht ik niet. Minimaal zo tussen de 14 en de 17 graden en de wind die neemt geleidelijk af. Morgenochtend nog een laatste buitje en daarna wordt het beter weer. Vooral morgenmiddag hebben we zonnige perioden en dan stopt de meeste plaatsen droog. Dan kan het ook zo'n 21 tot 24 graden worden. Morgenavond en in de nacht na zondag gaat het regenen en zondag overdag vallen er talrijke buien. Er kan ook een klap onweer bij zitten. De wind neemt aan zee toe naar 7 voor. en het is fris met 19 graden. Maandag wordt het geleidelijk droog, gaat de zon schijnen, en daarna wordt het warmer en keert de zomer terug. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl